Welkom bij een gloednieuwe vlog. De Langes. Yay! Van de Lang. We zijn in Utrecht. Want we gaan weer naar... Waar gaan we heen? Oh, sorry. Dat vond ik echt niet leuk, Luciano. Mama, mijn jakkie. En we zijn binnen. Kijken. Hey, hallo. Even een deppie erbij. En we hebben nu drinken. Maar we gaan gezellig aan het eten en drinken. Ja. En daarna gaan we gezellig een leuke dag van maken. We hebben om 3 uur de voorstelling. We hebben nog geen eten hoor, kijk maar. We zijn er nu al, hè. Ja. Maar we hebben wel een leuk wekertje. En we hopen natuurlijk de meisjes ook te gaan zien. Oh, ze zijn allemaal zwart om mijn ogen. Jee. Ik heb een foto. En als het goed is, komt haar vriendinnetje straks ook. Half 2 toch? Dus die staan nu bij het station, als ik het goed heb begrepen. En we gaan straks nog wat verder vloggen. En Angelina, de vriendinnetje, is gearriveerd. Goedemiddag! Hartelijk welkom bij Kinepolis Jaarbeurs, deze speciale middag. We gaan zo meteen kijken naar de première voorstelling van de K3 Love Cruise. Hebben jullie er allemaal een beetje zin in? Ja! Zijn jullie allemaal fan van K3? Nee! Ja, ik ben ook een enorme fan van K3. En ik kijk ook echt heel erg uit. Ik ben heel erg benieuwd hoe het gegaan is op die boot. Dat willen jullie vast ook wel weten hoe dat allemaal gegaan is. Maar ik kan natuurlijk daar van alles en nog wat over vertellen. Maar laten we er wel gewoon een feestje van maken. En het juist aan de dames vragen die daar echt alles van af weten. Geef een heel, heel, heel erg groot applaus. Ik ben al aan het filmen. Voor Marten en Klaasje van K3. Wauw, ze zijn er echt wat goed. Dames, van harte welkom. Wat leuk dat jullie er zijn hier bij Kinepolis Jaarbeurs. Klaasje, als je het goed vindt, ga ik even met jou beginnen om een aantal vragen te stellen. Want ik kan me voorstellen, alle meiden, alle jongens hier in de zaal, die kennen jullie natuurlijk. Omdat jullie zo ontzettend goed kunnen zingen. Omdat jullie zo ontzettend goed kunnen dansen. Maar jullie kunnen dus nu ook acteren. Jullie spelen in een echte film als ware Amerikaanse Hollywoodsterren. Hoe was dat? Ja, heel spannend. Vooral om jezelf op zo'n groot scherm te zien. Dat was wel even een schrikken voor ons. Dat was heel gek. En acteren is best wel moeilijk, want je moet zo'n dik boek moet je uit je hoofd leren. Allemaal tekst wat je moet onthouden. En we hebben ook heel veel dansjes moeten onthouden en liedjes moeten onthouden. Dus het was wel moeilijk, maar wel heel erg leuk om te doen. Dat kan ik me voorstellen. Ga ik eventjes naar jou toe moeten komen, want er zitten natuurlijk heel veel papa's en mama's kindjes allemaal klaar voor die film. Die willen eigenlijk al een beetje weten waar het natuurlijk over gaat. Kun je daar al een klein beetje over vertellen? Ja. Dus we gaan eigenlijk op vakantie met een cruise schip samen met kapitein Bas. En alles gaat heel goed, want we gaan daar optreden. Totdat de parelketting van Klaasje in een glas water belandt. Want dan gebeurt er iets heel magisch. En dan wordt het eigenlijk heel spannend. Ja, dan gaat er van alles gebeuren. En dan moeten jullie zelf maar eens zien. Oeh, spannend. Meisjes. Nou goed, voor jou Marten, want ik zei net al, de allereerste echte grote film waar jullie in spelen. Dan maak je natuurlijk van die opname daar mee, er zijn camera's bij. Wat kun je daar nog van herinneren? Smaakt dat naar meer? Ja, zeker. Ja, ik zou zo een nieuwe film willen opnemen. Ik vond het zo leuk. Het was een superleuk team. De cast was superleuk. Het waren lange dagen, want het was soms om 5 uur opstaan en dan tot 's avonds laat bezig zijn. Maar ja, je vergat dan altijd omdat het zo leuk was. En zeker als je dan nu het eindresultaat ziet, ja, ben ik meer dan trots. Dat geloof ik meteen. En er wordt natuurlijk heel erg veel gezongen, meiden, in de film. Dat mogen duidelijk zijn. Daar zijn jullie natuurlijk ook heel erg goed in. Maar ik heb begrepen dat er wel heel veel liedjes zitten, dus ik ben heel erg benieuwd eigenlijk. Wat vinden jullie nou het allerleukste liedje wat jullie in de film laten horen? Ik vond Liefde is overal echt het mooiste nummer eigenlijk. Ze rennen op het einde en daar dansen we ook met alle dansers samen en iedereen komt dan bij elkaar. Dus dat is wel echt een heel mooi nummer. Kennen jullie dat liedje ook? Liefde is overal, kennen jullie dat al? Ja, vast wel, hebben jullie vast gehoord. Nee. En voor jou, wat was het liedje?
het liedje in het begin van de film, Hippie Happy Holiday. Oeh, dus vanaf het begin kunnen ze dat al verwachten? Ja, ja. Oh, wat goed. Ja, en bij mij, Dieper dan de Zee. Ja. Dieper dan de Zee. Dat heeft natuurlijk met de boot te maken. Ja, dat is een vrijdag op matroosjes. En dan nog eventjes over die boot, want daar is de film opgenomen. Ik kan me zomaar voorstellen dat het je meteen een enorm vakantiegevoel heeft gegeven. Ja, dat klopt. We hebben daar ook echt 6 weken lang geslapen op die boot. En ja, 3 dagen zijn altijd heel lang, van 's ochtends tot 's avonds. Maar daarna hadden we altijd wel een beetje vrij. En de scènes opnemen, dat was eigenlijk ook wel een feestje op zich. En er was voldoende te doen op de boot. Ja, zeker. Het is echt een heel groot schip. Dat gaan jullie zo meteen ook wel zien. Ja, dat zien we nu ook. Ik kan me voorstellen, als je dus heel lang op de boot zit, en je gaat op een gegeven moment de zee op, en die golven die komen. Nou ja, ik heb enorme zeebenen. Was jij niet onwijs misselijk op die boot? Het viel wel mee. Je went daar wel een beetje aan. Maar het heeft een keer gestormd en toen voelde je wel dat het, zo, het schip een beetje bewoog. Maar verder viel dat heel goed mee. Ik heb heel goed geslapen op die boot. Misschien wel doordat het zo wat bewoog. Dat een beetje zo in slaap werd gelegd. Ja. Ah, oké. En de laatste vraag alleen aan jou, Marten. Want eigenlijk hebben jullie een vierde vriendje erbij gekregen, hè, tijdens de film. Ja, klopt. Want ik had mijn hondje Muffy meegenomen. Je hondje? Ja, en eigenlijk mochten er geen dieren aan boord, maar ik heb dat stiekem wel gedaan. Oeh, gaan de kinderen zo meteen zien hoe je dat voor elkaar gekregen? Ja, en hoe het ook is mislukt. Nou, onze meiden moeten we even gaan opletten. Hey, ik heb nu een aantal vragen hier gesteld, maar ik kan me zomaar voorstellen dat er kinderen in de zaal zijn die zeggen, nou, ik wil ook wel een hele leuke vraag stellen aan K3. Dat kan nu. Er staan twee dames aan de zijkant met een microfoon, die komen dan naar je toe. Dus steek dan je hand of je vinger even op om een vraag te stellen, dat mag nu. De enige vraag die we even nog niet stellen is of je op de foto mag met K3. Want er is een hele goede fotograaf in de zaal. We gaan straks met 200 tegelijk in één keer op de foto. We gaan de meiden van K3 voorstaan. En hij zorgt ervoor dat jullie dan allemaal in beeld komen op die foto. Dus als je een andere vraag hebt, dan staat nu de mogelijkheid toe. Dus steek je vinger op. Amazing, hè? 3, 2, 1. 10.000 lichtballonnen kleuren nemen blauw. 10.000 lichtballonnen zijn op weg naar jou. 10.000 lichtballonnen kleuren de horizon. 10.000 jaren oorlog zonder dat ooit iemand won. Wauw, wat mooi! Mooi bezoek ook! Hartstikke goed! Is er nog iemand anders met een leuke vraag voor K3? Volgens mij wordt er in het midden een hand opgestoken. Mijn collega loopt naar mij toe. Mogen wij met jullie Pina Colada zingen? Ja, ben je er even zwaar om te doen, hè? Oh, die is echt zo cool. Oké, gaan jullie beginnen? Weten wat jullie van de film vonden en dat kan via sociale media met hashtag K3 Lovepoes en dan kunnen wij alles lezen. Gaan jullie dat doen? Ja! Oké, okay. Veel plezier! Geef een groot applaus! Hey allemaal, het was een superleuke film weer. Toch Angelina? Was het een leuke film? Wat heb je allemaal gehad? Champagne hebben we gehad en we hebben een poster. En we staan nu gestrand op Utrecht Centraal. Graag of je mee wilt rijden? Het is enorm... door de hevige sneeuw dat is gevallen, is het echt gewoon balen. Chantal, ja. Zo. Nou, tot straks. Ik hoop dat we thuis komen dan. We zijn nu alweer een tijdje thuis. Kinderen lekker op bed. Het was een leuke film, inderdaad. En nou, het was gewoon echt wel drama met het rijden. Op zich was het wel te rijden, maar de bussen kwamen maar niet. Dus we zijn uiteindelijk opgehaald. En toen uiteindelijk bij onze eigen auto weer beland en richting huis gereden. Daar zitten we nu, kinderen op bed inderdaad. Nog een ongelukje met Naomi gehad. Ja, Naomi die was in één keer in de vijver gevallen van de buren. Dus snel onder de douche gezet haar. En, maar ja, bedankt weer voor het kijken. En we zien jullie de volgende keer. Doe een blauw duimpje omhoog. Als je het leuk vond. Je kan hieronder... Kan je abonneren
En druk vooral niet, vergeet niet het belletje doen, want dan weet je gelijk dat je nieuwe vlog uitkomt. En voor nu, slaap lekker. Welterusten.